Goedemiddag, mijn naam is Aart. In deze video gaan we combinaties, permutaties en variaties berekenen met de rekenmachine. Dat gebeurt onder de sectie mat. Ja? Als je op mat klinkt, heb je verschillende mogelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld num, cpx en prb. We kiezen prp. Prb dient dus voor variaties, combinaties en permutaties. Je hebt daar npr is variaties, ncr is combinaties en uitroepteken nummer 4 is voor permutaties. Ja? Eerst een voorbeeld hier, een combinatie. Drie combinaties uit 5. Dan druk je eerst de 5 in op je rekenmachine. 5, dan ga je naar mat again, opnieuw naar mat. Op mat kies je dan PRP, dan kies je naar nummer 3 NCR. NCR staat voor combinatie, dus 3 uit 5 betekent 30, 10 mogelijkheden. Hetzelfde voor een variatie, we kiezen opnieuw 3 uit 5, we kiezen dus 5, dan gaan we terug naar mat. Mat kies je dan PRB, nummer 2. NPR, beter voor permutatie, maar wij gebruiken voor variatie, dat is de Engelse naam, NPR, dus 5-3, krijg je dus 60 mogelijkheden. Laatste permutatie, 5 faculteit, daar ga je doe opnieuw 5 in, ja, dan ga je naar mat, dan kies je PRB, dan vind je daar onder PRB, onder nummer 4, het uitroepteken faculteit, 5 faculteit is 120. Dat zijn dus de combinatie, variatie en permutatie met rekenmachine, dat vinden ze onder mat, onder de tab PRP. Dank voor de aandacht de volgende keer en nog eens hartelijk dank om te kijken. Dag, bye bye.